Bert en Helene gaan op onderzoek uit. Bodypainting, wat is dat? Wat kun je ermee doen? Els Leconte. Het is 's middags en het lichten zijn aan hier op de nieuwe site Voorburg wel binnen, nummer 123. Want vanmiddag wordt een workshop bodypainting hier gegeven. Mag ik even aan jou vragen? Jij volgt de workshop vandaag? Ja, die volg ik inderdaad vandaag. En waar zijn jullie mee begonnen? Ik was ten eerste, zal ik even uitleggen, iets te laat binnen. Dus ik heb de hele ochtend in de file gestaan. Maar wij hebben gewoon even theorie gekregen. En toen zijn we 's middags op elkaar gaan oefenen, zeg maar. En jij bent model? Ja, klopt. Kun je misschien even naar de camera kijken? Je ziet er heel mooi uit. Ja, vind ik ook. Hele mooie kleuren. Met mijn haar ook, ja. Krijg je het er straks nog makkelijk af, denk je? Ja, het is heel makkelijk eraf te krijgen. Gewoon met water, ja. Doe jij zelf ook aan bodypainten? Ja, doe ik ook, ja. Wanneer laten mensen zich nou meestal bodypainten? Bij welke gelegenheid? Ja, dat is heel verschillend. Het is voor reclame, is het ook bruikbaar. En voor fotografie en shows. Echt van alles eigenlijk. Wedstrijden, ja. Is het nou ook, is het alleen een hobby of is het voor jou je beroep? Het is voor mij ook mijn beroep en hobby. Kun je even aan de kijkers vertellen, wat houdt het beroep in? Het is heel breed. Het is maar net wat voor opdracht je krijgt. Het kan voor theater zijn, reclame. Heel veel creativiteit komt erbij kijken. Doorzettingsvermogen, contacten. Ja, het houdt heel veel in. Als iemand nou denkt, nou dat zou ik ook wel leuk vinden. Heb je een bepaalde vooropleiding nodig of een bepaalde aanleg in een richting? Ten eerste aanleg en interesse natuurlijk. Dat is heel belangrijk. En cursussen en opleidingen. Anders kom je er niet. Hoe lang duurt zo'n cursus? Is heel gevarieerd. Je hebt cursussen van 12 lessen, maar ook van meer. En je hebt dan ook dagopleiding. En die is dan allround. Hoe lang duurt dat? Dagopleiding? Bijna een jaar. Krijg je dan een soort diploma of getuigschrift? Een diploma krijg je, ja. En dan kun je waar bijvoorbeeld gaan solliciteren? Ja, bij de tv, fotografie of zelf iets beginnen. Dat kan ook. Bedankt. Ja, alsjeblieft. Marjan, jij organiseert vandaag de cursus bodypainten. Kun je mij iets meer erover vertellen? Els Leconte heeft mij uitgenodigd om bepaald materiaal te komen demonstreren en een uitleg over te geven. En dat vond ik natuurlijk hartstikke leuk dat zij heeft gedaan, dus ik kwam heel erg graag. Het gaat over het merk Vardel en we hebben dat gecombineerd met een bodypaintles en fantasiegriem in feite. Ik heb dus de demonstratie gegeven hoe je met de materialen werkt en wat de voordelen zijn en dergelijke. En vanmiddag zijn de cursisten daarmee aan de slag gegaan. Welke mensen geven zich meestal op voor deze workshops? Vaak zijn het visagiescholen, grimeerscholen en ook particulieren die dat graag onder de knie willen hebben. Wat kan iemand nou in één dag leren? Kun je überhaupt, zonder dat je iets van bodypainten af weet, kun je zo'n workshop volgen eigenlijk? Ja, dat kan wel. Je hebt natuurlijk altijd niveauverschil, zeg maar, per groep. De ene groep, zoals deze groep, is al heel ver gevorderd. En die weten in ieder geval hoe ze moeten bodypainten en wat de technieken, kleuren mengen is en dergelijke. Dus dan kun je echt alleen doorgaan, zeg maar, en vertellen over het materiaal zelf. Terwijl als mensen nog niet zoveel ervaring daarin hebben, krijg je dus ook te maken met de bodypaint technieken, penseelgebruik, kleurenmengen en dergelijke. En dan geef je dus eigenlijk een ander soort workshop. Ik heb zelf gelezen dat bodypaint ook al wordt gebruikt voor dat ze dat doen voordat er foto's genomen worden. Kan dat hier ook geleerd worden? Hoe bedoel je? Voordat nou, dat er dus dat het gedaan wordt met als doel dat er later een foto van diegene gemaakt wordt voor dat soort doeleinden, reclamefoto's ja. Of zo. Ja. Of dat hier ook gedaan wordt, ja. Bedoel je? Ja, dat bedoel ik. Dan moet ik heel eventjes naar Else terugverwijzen. Want dat weet ik niet of dat hier ook gedaan wordt. Voor foto's, voor het opmaken van foto's. Kun je er even bij komen misschien? Ja,
Want ik had het net met Marjan over de workshop die vandaag gehouden wordt hier. Maar ik vroeg me ook af, worden hier dus ook wel eens bij jou mensen gebodypaint omdat daarna een reclamefoto gemaakt moet worden of iets dergelijks? Ja, ook dat doen we hier, ja. En komen daar veel, krijgen jullie veel opdrachten? Van welke krijg je de meeste opdrachten? Van televisie of voor commercials of voor films? Voor toneel? De opdrachten die we hier werkelijk op school doen, dat is meestal of voor fotografie of voor feesten. Echt commercials opnemen doen wij hier gewoon niet. Dus de bodypaints die we hier maken is meestal of voor een feest of voor fotografie. Is het erg duur als je zo'n workshop of een cursus wil volgen? Workshop kost, even denken hoor, als je een workshop van 2 weekenden hebt, kost die ongeveer 3.500 gulden. En dat is inclusief materiaal? Dat is inclusief materiaal, ja. En hoe kun je voor zoiets opgeven? Door te bellen naar de school en dan vervolgens sturen wij informatie toe en dan kunnen mensen zich opgeven. Je hoeft geen bepaalde vooropleiding te hebben? Nou, als je echt zonder ook mijn enige vooropleiding begint met bodypainten, dus zonder een vooropleiding in de richting grim of visagie of wat dan ook, dan wordt het wel heel erg moeilijk hoor. Ik denk niet dat je er dan uithaalt wat erin zit. Zijn het nou voornamelijk jonge mensen die bij jou komen? Of zijn het ook mensen die al langer in het vak zitten en een beetje een verfrissingscursusje willen hebben, opfriscursus? Beide. Het zijn vaak de jonge mensen die met dit vak beginnen. En het zijn vaak de wat oudere mensen die op een gegeven moment denken van ja, ik kom ergens toch iets te kort voor mijn gevoel. En die dan een soort opfriscursus willen, ja. Dus er zijn misschien ook wel mensen die als amateur beginnen, maar die het zo leuk vinden dat ze ook echt hun geld ermee gaan verdienen? Ja, dat zijn er inderdaad ook vrij veel. Mensen die vanuit zichzelf iets beginnen te doen of toevallig in een theatergezelschap terechtkomen als amateur. En dan toch denken van ik wil dit gewoon goed kunnen en het dan gaan leren. Ja. Bedankt voor dit gesprek. En jij ook, Marjan. Graag gedaan. Mag ik vragen, wat ben jij aan het doen? Ja, ik heb vandaag die demonstratie gevolgd, de workshop. En ik ben aan het oefenen met de materialen, zodat je het materiaal goed leert kennen. Dus ik ben een beetje aan het uitproberen. Ik zie dat jij een arm goud aan het maken bent. Wat ga je er verder nog meer op doen? Het lijkt me heel erg mooi om, je ziet nu al die aderen iets omhoog komen, om dat met een andere kleur te gaan accentueren. Zodat je, goud is natuurlijk niet een natuurlijke kleur voor een huid. Maar om die aderen te accentueren, krijg je toch een natuurlijke arm. Heb je een bepaald iets in gedachten gehad, waardoor ben je geïnspireerd om het juist goud te maken? Ja, om heel eerlijk te zijn, ben ik gewoon gaan kijken welke kleuren me aanspreken. En goud is toch niet een kleur waar je veel mee werkt. Dus het is altijd leuk om een keer te proberen. Heb jij het gezicht ook gedaan? Ja, maar dat is er nu al gedeeltelijk af. Ik heb het gezicht heel erg met de kleuren geel en bruin gewerkt. In het midden iets lichter en ik vond het heel erg mooi om een boom erop te maken, ook vanwege haar haarkleur en haar oogkleur. Is het voor het eerst dat je aan een workshop bodypaint meedoet? Ja, dat is voor het eerst, ja. Ik heb hier op school wel wat bodypaint lessen gehad, maar nog niet met dit materiaal. Dus dat is wel erg fijn om mee te werken hoor, om het te leren kennen. Hoe is het om als model te zijn vandaag? Ja, prima. Het voelt goed aan. We doen het op elkaar. En denk je dat je het te makkelijk weer afkrijgt? Ja, het is even een washandje pakken en boeps, het is weg. Het is perfect spul. Laat jij je ook wel eens bodypaint als je bijvoorbeeld naar een wilde nacht gaat in de Roxy of zo? Ja, dat zou ik wel durven. Het is er nooit voorgekomen, dat durf ik wel. Dat is ook iets wat ik zeker graag wil, ja. Nou, veel plezier ermee. Dank je. Mag ik vragen, ben jij met gebodypaint? Is dit een begin of word je nog verder beschilderd? Nee, ik word nog verder beschilderd. Dit is een beginstuk. Dus de rest wordt ook nog gedaan. In welke kleuren? Ik denk in dezelfde kleuren. Dus ik denk nog met meer wit erbij ook nog. Dat er meer diepte in komt. En, wordt er in het begin een bepaald plan gemaakt? Of wordt er gewoon gewerkt naarmate het vordert? Soms maken wij echt een heel plan of maken we heel ontwerp en dat maken we na. En nu zijn we voornamelijk eigenlijk met het product aan het uittesten. Dus nu hebben we echt geen plan. Maar normaal gesproken maken we een heel ontwerp en die maken we dan ook helemaal na. Ben jij zelf ook wel eens, wordt nu gebodypaint, heb je het zelf ook wel eens gedaan bedoel ik? Ja, ik doe deze opleiding, dus ik heb het zelf ook gedaan. Ben je van plan om er je vak van te maken? Ja, ik ben van plan om hier mijn vak van te maken. Waar denk je dan aan?
Nou, ik wil voornamelijk in de theaterwereld en daar wil ik in verder. Dus in de Griem wil ik voornamelijk verder. Succes!